Hou je wel eens bezig met flirten? Ja, en ik dans heel graag. En dat, dus dat flirt ik wel degelijk, ja. It's not like a common practice I do, but sometimes if I like someone I'll flirt with them. Af en toe? Ja, toch wel, denk ik. Ik doe het gewoon niet meer. Ik heb nu een leuke vriendin, alleen onderling een beetje. Ik ben nu meer dan 35 jaar getrouwd. Maar vroeger kon ik er wel wat van. Hoe zou je het aanpakken als je iemand leuk vindt? Nou ja, meestal gewoon tijdens uitgaan en zo. Gewoon even een praatje maken, even kijken. Klein complimentje erbij meestal. En dan... Lachen, oogcontact. Ja, een beetje zoals vroeger. Zie jij om je heen gebeuren als het om flirten gaat? Nou, het gaat altijd over de discussie mannen en vrouwen. Maar ik vind dat vrouwen af en toe gewoon ook meer initiatief mogen tonen in het flirten. Dat het niet altijd vanuit de man hoeft te komen. En als iemand nou op je afstapt en je denkt, joh, doe geen moeite. Nou ja, daar kan je ook gewoon eerlijk over zijn. Eerlijkheid is altijd het beste. Gewoon duidelijk, eerlijk, goed communiceren en dan komt het allemaal goed. Vind je nou dat flirten in de loop der jaren veranderd is, hoe dat gaat? Ik denk misschien het flirten op zich niet, hoe dat je het doet. Maar misschien wel dat je soms wel wat banger bent voor de gevolgen die er misschien aanzitten. Dat je het niet meer zo onbevangen kan doen als vroeger. Door het hele corona en sociale social distance, dat het misschien het fysieke aspect ervan wat minder is geworden. En dat mensen misschien meer met hun gezicht zijn gaan flirten. Like a lot of people now flirt like online, like through dating apps, Instagram, TikTok, etc. Heb je wel eens iets heel vervelends meegemaakt met flirten? Dat je dacht, oei, 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 nou heb ik het echt fout aangepakt. Nou ja, een keer een meisje die een vriend bleek te hebben, dat ging niet helemaal geweldig. Maar gebeurt een keer. Dat je dan flirt met een vrouw en dan, oh sorry, weet je, je bent niet van die partij. Maar dan was het evengoed wel leuk, maar dan is het één richting. And do they flirt the same way in Holland than in Spain? Well, in Spain people are much more direct. Like they won't go up to you and ask you how you're doing. They just go directly and be like, oh, I like you. And, but people here will ask a little bit like, oh, how are you doing? Where are you from? And things like that. But they're less rude. They make you feel comfortable first and then just like flirt with you after it. De beste flirttip. Ik denk dat als jij gewoon iemand aan kan kijken diep in de ogen en dan kan lachen met je ogen, smijzen noemen ze dat, dan kom je denk ik wel heel ver. Een beetje aanraken, een beetje aan de schouder of zo. Een beetje dichterbij komen staan, een beetje in de ogen kijken. Zo. Wees jezelf, dat is het beste. Wees jezelf? Ja, want uiteindelijk je flirt voor een relatie. En ze moeten je leuk vinden om wie je bent uiteindelijk, om de relatie vol te houden. Als je bij een feestje elkaar in de ogen kijkt en even een beetje met elkaar dansen, vind ik dat een hele fijne manier van flirten. Dus dat zou ik doen. Ga vooral weer dansen. En, en hou er vooral mee op als je merkt dat het is niet prettig. Maar dat geldt natuurlijk bij alles.